Als de maan hoog aan de hemel staat en we kijken samen naar de lichtjes op zee, dan leest Billy nog een verhaaltje voor. Een sprookje van heel lang geleden. Het gaat over een jongen die is eigenwijs. In een bootje van papier gaat hij op reis. En hij zingt, maar gelukkig wordt hij gered. Door een schildpad op een eiland gezet. En daar op dat strand bouwt die jongen een huis. Vangt elke dag visjes en hij plukt er vers fruit. Oh, de schildpad die wordt zijn allerbeste vriend. En aan het eind voelt de jongen zich thuis. Het boek dicht, zijn arm om me heen. Zo kijken we samen nog een tijd naar de zee. Het is gek, maar al zijn we hier zo ver van huis. Net als die jongen voel ik mij hier thuis.